Een heerlijk gevoel, die sfeer in de stad. Kerstmis overal. Maar in het centrum van Rotterdam duiken er dit jaar wel vreemde voorwerpen op. Zo overal in de stad. Rondom de Koopgoot, de Meent, maar ook op Schouwburgplein. Ik dacht eerst dat het een soort blokken waren voor het toilet. Waar de poep en de pies in ging. Zeg mij niks. Vang je er regenwater in op? Ik heb geen idee, maar het lijkt wel op watertanks. Heb jij een idee waar ze voor zijn? Nee. Misschien heb jij wel een idee, ja. Of jij, heb je een idee? Ik heb geen idee. Ik zal het maar verklappen. Dit is dé nieuwe kerstverlichting van Rotterdam. Normaal zijn de vaten gevuld met allerlei chemische stoffen en nu dus gevuld met wat kerstverlichting. Het initiatief komt van de deelraad Centrum. En de architect bedacht het. We hebben voor de vaten gekozen omdat het echt een referentie is naar de haven, de havenstad Rotterdam. Een beetje de lompe uitstraling wilden we daarmee bereiken. Maar we wilden er ook mee laten zien dat je op een hele lichte manier, een hele makkelijke manier, door dus met die cherrykennetjes te werken, een hele vrolijke, feestelijke uitstraling aan de stad kan geven. Je meent het. Nou, maar wat moet dat worden, zeg? En dat is het al. Dat is het dan? Nou, daar doe ik het toch niet zo erg voor, hoor, voor deze kerstverlichting. Nee. Vind ik niet mooi. Nou, doe mij maar een kerstboom. Ik hou meer voor de traditionele, denk ik, met lampjes zoals iedereen ze kent. Dus niet op deze manier, maar... Nee, het is niet uw smaak? Nee, beslist niet. Ze vallen dus niet echt in de smaak bij de mensen. Maar 's avonds zouden ze toch een aparte sfeer kunnen geven aan het centrum van de stad.